rij vandaag met een wagen die deelgenomen heeft aan de Dakar Rally met Mark Leeuw. Je gaat echt de lucht in, je bent blij dat je ingesnoerd bent. En onze gasten krijgen twee proeven die ze zelf moeten ondergaan. En dat is het driften wat ze vandaag gaan doen en de slalom. En jongens, de slalom is voor de prijzen. Dus het is het serieuze werk. De echte toppertjes van onze klanten halen we er dan pas uit. Met de truc, dat is natuurlijk top, hè? Ja. Daar zit mijn hart. Dat is geweldig. Je ziet dat soort trucks op televisie rondrijden en dan denk je van wauw, wat machtig. En als je er dan naast staat of erin zit, ja, dat is geweldig. Het leuke is, je bent dan ook nog gewoon aan de klessen met Mark. En die ahoert en die stuurt en die geeft gas en die remt en die draait door die modder heen. En dat is gewoon een geweldige ervaring. Veel geweld, maar we zijn leuk door elkaar geschud. Maar het was een hele leuke ervaring. Kijken en sturen waar je naartoe wil. Dus niet naar de muur kijken, maar kijk dat rechte stuk op zo. Doorsturen, los en terug. Dat is driften. Ja. Oh, mooi. Oh, super. God, je moet in je systeem zitten. Dus in je intuïtie. Ik had de eerste keer meteen fantastisch in de drift. Volgens mij pak je de verkeerde rijrichting in. Dat je gewoon door het zijruitje om naar voren te gaan moet kijken. Dat is eigenlijk het leukste. Ja, super. Ik vond het echt helemaal te gek om te doen. Kijk, dit is uit te rijden. 3, 2, 1, start! Je denkt heel makkelijk te sturen, maar er zit geen stuurbekrachtiging op. Het is hard werken in die auto. Maar het is wel belangrijk om controle te houden over op de grip van de wielen. Dat is eigenlijk het moeilijkste, want je wil er vol tegenaan gaan, maar dan breek je meteen uit. Dat is kicken. Ja. Nou ja, en als je dan hier door de bocht heen mag gaan slippen en je mag hier over zo'n parcoursje heen crossen, ja, dan komt de kleine jongen hier naar boven, hoor. Geweldig, geweldig, fenomenaal, supermooi. Ik vond het echt superleuk. Dus 100 punten voor Veldkamp. Dit slaat echt alles. Geen enkele botsauto, geen octopus, geen cakewalk of wat dan ook kan hier tegenop. Dit was echt in één woord top. Bedankt Veldkamp. Ik liet het stuur los voor een spectaculair einde. Ha 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 ha!